Ik heb een vraag over in hoeverre wat ik in mijn lichaam voel, in hoeverre dat er nou gewoon is, of dat ik daar nog informatie uit kan halen. In de zin van, ik voel nu bijvoorbeeld best wel wat spanning op mijn schouderbladen. Zijn dat soort dingen dan eigenlijk altijd iets waar ik kan vragen, zeg maar, hé, wat is er of zo? Dat kan. Dus bijvoorbeeld, wat heb je op je nek geladen? Dit soort spanning, dat doet altijd een beetje denken aan zo'n juk waar twee van die emmers aan hangen, weet je wel. Dus waar lopen we mee rond te slepen? Ja. Ik zit nu ook meteen die vraag voor mezelf, maar er komt niks, maar ja. Het reageert wel. Dat voel ik. Ja, dat bedoel ik. Ik word ineens helemaal warm. Dus soms betekenen dingen iets. Ja. Maar het kan dus ook zijn dat het er gewoon is en dan... Yep. Ja. En daar komen we achter als we het open onderzoeken, als we interesse hebben. Maar het wil niet zeggen, want dat ligt aan het andere uiterste, dat alles te fixen is of een voor ons vindbare reden zou hebben. Ja. Dus ik ben in principe voor experimenteren en onderzoeken. Niet voor het waanidee dat alles ergens mijn schuld zou zijn of op te lossen zou zijn, wat de bottom line is, als je tot het uiterste doorvoert van alle healing betekenis correspondentieverhalen. Ik verstond het laatste niet helemaal. Nou, je hebt van die theorieën dat alles wat iemand mankeert ergens doorkomt, een verkeerde houding. En niet zozeer een fysieke houding, maar een houding aangaande het leven. Er zijn correlaties te vinden, maar een correlatie is nog geen causatie. Hmm. En het is niet altijd zo, and sometimes you just die. Ja. Or something. Uiteindelijk allemaal. Ook de healers. En het is dan eigenlijk ook de kunst om de juiste vraag te stellen. Yes. En dat is een zwaar onderschatte kunst. Ja. Nogal. Maar soms zijn ze dus heel simpel. Bijvoorbeeld dat wat ik net zei. Het is gewoon een soort body language dingetje. Dat is ook grappig, want je verwijst er nu naar en ik voel mezelf er al meteen weer op reageren. Maar het is voor mij makkelijk, want ik kan het gewoon voelen. En dan komt dat op. Ja. Je voelt het gewoon. Hangen, druk. Moet dan meeslepen. Ja, dus dan is het eigenlijk ook een... qua onderzoek... van, hé, wat is er nu eigenlijk? En het drukt dus op mijn schouders. Dat, en dan van, ja... We hebben allemaal een neiging, en dat kan zich hier uiten, om dingen op ons nek te nemen of verantwoordingen op ons te laden, of verantwoordelijkheden moet ik zeggen, of een neiging aan dingen te moeten voldoen, of als het op andere plekken zit, een neiging om onszelf overeind te moeten houden. Dus dat is een kunstmatige ruggengraat, zeg maar. Mm-hmm. Dan gaan we die spieren heel erg vastzetten, een soort pantsering. En dan blijf je wel overeind. Maar het is eigenlijk geen ruggengraat, het is een overspannen spierfunctie. Nou, er zijn van die dingen om dat te onderzoeken door simpele vragen en door te leren voelen. En dan kan het zijn dat er net als met andere dingen associaties opkomen of beelden of... could be anything, vaak van toen we nog niet zo groot waren. En dan nu dat met mijn schouders, want ik voel mezelf er dus op reageren. Ik word warm en er komt meer ontspanning meteen erop. Goed, dat betekent dat de energie gaat stromen. Ja. Maar is dat dan nog zinvol om... Dus is het dan zinvol om dan nog te gaan kijken van, hé, wat is dit nu? Maar in principe gebeurt er al wat. Precies. Wees dus gewoon open voor als er een boodschap komt wat het is. Ja.
Dus zijn wij ontvankelijk om te horen, je hebt dit op je nek geladen of je hebt deze taak die niet bij je hoort op je genomen. Ja, dus daar hoef ik ook niet naar te gaan zoeken. Nou, sowieso niet in de zin van er heel erg over na gaan denken, want als het hier aanwezig was, dan had ik het al geweten. Ja, precies. Mijn lichaam weet het. En ik moet dus luisteren naar wat hij eventueel, of mijn lichaam, mijn energiesysteem, wat hij me eventueel wil laten zien of zeggen. Ja. En soms komt er gewoon niks en is het voldoende om er aandacht voor te hebben. Dus om het te voelen en niet te bestrijden of te weigeren. Oké. Ik wil wat delen en dat heeft eigenlijk te maken met de lat en wat je wil. En dat is eigenlijk wel het inzicht wat ik de laatste tijd wel heb gekregen. Van alles wat ik deed was eigenlijk om een soort fijn, ideaal geluk achtergevoel. En ik dacht, ja, dat moet je nu hebben. Tegelijkertijd is er ook nog enorme, bijna wat je zegt, als je daarin ontspant, meteen weer een hele zware ego-reactie die wil gezien worden. En die accepteert niet dat je erin berust dat het goed is op dat moment. Het schommelen tussen zien, voelen, daarin de enorme rust en ruimte ervaren, versus het geweld wat daar weer op en overheen komt, is groots. beide kanten op. En wellicht heb je ook nog een tip. In die zin van, als wij beseffen dat die, om het maar even in die term te houden, die anti-reactie van het ego er is, en we beseffen dat hij dat doet niet omdat hij de bad guy is, maar omdat hij het nog niet helemaal vertrouwt, kunnen we er misschien een iets minder vijandige houding naar aannemen. Hij moet daar even aan wennen dat het ook oké kan zijn. Ja. Dus in plaats van het af te keuren, is het gewoon een kwestie van, oké, iedere keer als de ontspanning of de openheid, of hoe je het wil noemen, er is, om hem als een bang hondje, als het ware uit te nodigen, daar deel aan te nemen. Van, oké. Ik snap dat je excited bent en dat je het niet vertrouwt, maar kom even kijken. Voel nou even mee, 2 seconden, bij wijze van spreken. Niet dat je zo'n heel lul verhaal, dan word ik knettergek, maar you get my drift. Dan zie je het niet per se als een vijand of als iets vijandig naar de natural state, maar het moet er gewoon aan wennen. Het is getraind om de functie te vervullen van gevaar zien, gevaar voor zijn, scannen waar de leeuwen in het bos zitten en all that sort of stuff. Daar is ontzettend veel training in gegaan. Niet alleen in je privéleven, maar al die generaties daarvoor hebben daar enorm in geïnvesteerd. En aanvankelijk for good reasons. Leven is gevaarlijk en dus het is oké. En het is dus ook fijn om te weten dat het totaal normaal is, vrijwel iedereen die ik ken, die hierin verzeild raakt, heeft dit. Dus het is niet abnormaal slecht, je doet niks verkeerd. Het is gewoon een stukje wat het nog niet vertrouwt. Behoorlijk niet. Ja, right. Omdat het totaal haak staat op zijn normale programmering. Ja. Dus slijten, naar kijken en rustig. Yes. En hoe vaker dus die natural state optreedt, hoe meer er iets in ons energiesysteem begint te veranderen en op een gegeven moment zul je merken dat daar een stuk, of misschien het in zijn geheel, dat het gewoon wegvalt. Ja. Oké. Dank. Goed. Ik had net een inzicht naar aanleiding van ons gesprek zo net. Dat ik eigenlijk op de loop ben van het gevoel van verlies van controle. Goed. En de manieren waarop ik dus heel mijn leven die angst toedek, dus allemaal projecten opzetten, hard werken, geld verdienen, dat die manieren mij niet meer lukken. Dit systeem wil gewoon niet meer. En dus niets doen is zo moeilijk, want mijn hele copingmechanisme is doen. Van iedereen en dat leren we elkaar ook aan de hele tijd. Terwijl feitelijk niemand weet wat hij over 3 maanden zal doen of later. Er is geen controle, alleen angst
Ja. Of een illusie van controle. Ja. En een soort van schijn. Dus door al die handelingen te doen, creëer je een soort van schijn, althans ik, schijngevoel van, nou kijk, ik ben dingen aan het doen, dus ja, dan gaat het waarschijnlijk waar ik bang voor ben niet gebeuren. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar zo, dat denk ik dan. Dus het is gewoon een trucje om niet bang te zijn. Yes. Niet de angst te voelen. En het werkt niet, want ondertussen blijven we gewoon bang. Ja, maar wel bezig bang. Dus dan is het soort van... Zeker, zeker. Dus een deel van de aandacht is er van afgeleid. Ja, exact. Ja, dat. Maar precies. Het werkt niet, want anders zouden we niet meer bang zijn. Nee. Maar het haalt een beetje de scherpe kantjes ervan af. Yes. En nu ik dat dus daarmee ben gestopt, ik kon niet anders. Anders ging ik dat natuurlijk weer doen. Sure. Kom ik de hele tijd tegen die angst aan. En dat is zo, dat verkrampt mij dus. Een soort van een freeze zelf. En zelfs en gisteren nacht of vanochtend heel vroeg, dacht ik, nou, ik ga er naartoe. Hè? En dan komt er een soort van hier een gevoel van, ja, naar een paniekaanval. Ik heb er nog nooit één gehad, dus ik weet het niet. Maar ik voelde wel dat er iets over een grens ging die ik niet kende. En toen dacht ik, ja, dan gaat het systeem deins dan terug. Sure. Ja, ik weet het gewoon niet meer. Dat hoeft nu ook niet. Dus, dat is oké. Okay. Maar je weet wel dat het maar over één dingetje gaat. En dat is altijd gunstig. Ja. Een tijd geleden was er een soort van een oprechte verlangen in mij. Van ik wil dat ontmoeten. Wat die surrender weerhoudt, wat het wakker worden weerhoudt. En toen kwam er op controle. En nu ben ik hier, sta ik daar, ik kan geen kant op. Goed, dus ja, je zal het moeten leren. En je hebt gekregen waar je om vroeg. Toen die dus bijna die paniekaanval, dacht ik, oh shit, dit is waar ik naartoe... Dat kwam gelijk in me op van, dit is wat ik er bedoelt. Yes. En nu ben ik gewoon zo bang. Yes. Het zou raar zijn als je dat niet was. En blijf er gewoon af en toe contact mee houden. En dan ga je op een gegeven moment iets minder bang worden. Dus dan gaat de angst voor de angst eraf. En dan kun je gaan kijken wat angst, de guru dus, voor dingen voor je heeft. It's got something. Ja. Ja, ik denk dat als ik dus niks doe... En na een tijdje dus achterkomt van, oh ja, dingen komen wel goed. Dat betekent dus dat er dus niet een controle is. Dat wordt dan ingezien. Ja, yes, maar we hoeven ook niet kunstmatig heel lang niks te gaan doen. Want dan zijn we nog met controle bezig. Ja, maar dat is niet het geval. Want ik wil dingen, okay, maar het lukt gewoon niet. Ik zeg hem toch eventjes. Ja. Als ik iets kon doen, dan was ik al lang al ermee aan de start. Good. Maar dat is die freeze die maakt... Dat mijn systeem dus eigenlijk mij voor het blokkeert. Of behoed. Ja. En dus freeze af en toe. Vind dat niet erg. En op een gegeven moment gaat dat een beetje open. En gaat het zo een teentje in het water steken. En weer terug. En nog een keertje. En op een gegeven moment na een tijdje zwemt het. En met zwemmen bedoel je dat je dan... met je angst kunt zijn. Yes. En dat het iets heel anders blijkt en veel minder erg en allerlei rijkdom in zich heeft en intelligentie. Ja. Dat het niet is basically wat ik voel dat het is of vrees dat het is. Vrijwel niets van wat ik aan angst en duisternis in mijzelf onderzocht bleek te zijn wat ik dacht dat het was. En ik dacht echt heel goed te weten wat het was. Ik dacht natuurlijk dat ik heel slim was. Mm-hmm. Het klopte, de oppervlaktelaag klopte. De duiding daarvan. I was scratching the surface. Terwijl ik dacht dat ik heel diep ging al. Ja. Maar toen ik er echt in ging, bleek het hele andere kanten te hebben. Het was nog steeds bedreigend voor de oude orde. Zal ik maar zeggen. Die een schijnorde was. Maar het was veel rijker en intelligenter en verrassender dan ik had kunnen bedenken. Of ergens gelezen had, of whatever. Ja. Ja, voor die ik is het zo eng om de controle te verliezen, die illusie te verliezen. Yes. Want het is een illusie, er is geen controle. Alles wat ik las een keer zo'n quote,
you never had control. All you had is anxiety. Ja, inderdaad. En het is ook logisch, want iemand die dus geen anxiety heeft, heeft weinig neiging tot control. Oh. Die kijkt wel wat er gebeurt en weet waar wel op niet of niet op te reageren. En is niet bang dat hem kansen ontnomen worden of iets dergelijks. Komt er wel iets anders. En sommige dingen, kansen bijvoorbeeld, komen inderdaad maar één keer voorbij. Ja goed, dan heb je die niet genomen. Je weet toch niet wat het was. Nee. Ja, reality is never wrong. Right. Dat zeg ik, maar op bepaalde momenten komt het aan. En dan is het even oké. Okay. Zoals ik die angst ervaar, dan denk ik, fuck het feit. Tuurlijk, natuurlijk. Was ik er maar nooit om begonnen. Ja, eigenlijk wel. Die momenten dan, hè? Mm-hmm. Maar toen ik zo in de stilte liep, toen weer niet, hè? Dan was ik natuurlijk weer helemaal in de hemel. Dus in die stemming is het ook volstrekt logisch om dat te denken. Van weg met die hele handel en ik wil dit niet. Ja. Maar ja, het is al binnengeslopen, dus too late. Dus wat mij nu te doen staat, is gewoon zijn met die freeze momenten. Yes. Dat die angst mij zo verspoelt. En gewoon een beetje aandacht hebben voor die freeze. En het dus niet zien als iets negatiefs. Ja. Het is een beschermingsreactie. We weten misschien al wel dat die eigenlijk overbodig is. Maar zo reageert het systeem. Daar is niet vijandig naar het systeem. Het vertrouwt het nog niet. En het moet gewoon gaan wennen aan kleine contactjes met die enorme angst. Om te gaan zien dat het niet een vijandig, dodelijk, demonisch gebeuren is, maar een heel intense energie die iets wil laten zien. Ja. Dus de freeze is eigenlijk gewoon een mechanisme, een copingmechanisme. Yes. Om niet bij die angst... En wat ik eerder al een keer zei, van ik ontdekte dat deze heeft een reptiele brein die staat op engage. En anderen die staan op freeze en anderen die staan op flee. Dus sommigen hebben een vluchtbasisprogrammering, anderen een bevries en anderen een aanval niet per se, maar engage ernaartoe. Die van mij is het gewoon toevallig zo ingesteld. Dus altijd als er grote dingen zijn, enge dingen, dan is de neiging ernaartoe te bewegen. Dat is geen verdienste, dat is gewoon ontstaan. Deze aap zit zo in elkaar. Anderen zitten anders in elkaar, maar niets daarvan is beter of slechter dan het andere. Het is gewoon hoe het functioneert. En die engage ding, dus deze die moest leren dat je niet overal komt met alleen maar engage. Je moet soms ook even op je plek blijven en je moet ook soms even dit doen. This is bigger than me. Choose your battles wisely. Weet je wel? Dus iedereen, welke van die drie basisprogrammeringen die je ook heeft, zal die andere twee moeten leren. Dat is oké. Freeze is not too bad. Ja. Wat er dan in die freeze stand gebeurt, is dat er heel veel gedachten opkomen. Sure. Die het nog erger maken. Sure. En op een gegeven moment denk ik, oké, dan ga ik met mijn aandacht naar mijn lichaam. Nou, ik houd het niet een minuut vol. Zo momentum heeft het. Ik weet niet hoe ik ooit in meditatie ben geweest voor zulke lange periode. Op zo'n moment denk ik, nee, dat is eigenlijk een standje waarin je niet... Dus het enige wat kan helpen is de helderheid. Oké, het systeem staat nou op freeze. Dus eis dan ook niet iets anders ervan. Er komt een moment dat hij niet zo sterk in freeze staat of in geen enkel van die drie standen staat, dan kan ik het onderzoeken. Dus wanneer moet ik dingen onderzoeken als mijn systeem ertoe in staat is? Anders ben ik iets aan het eisen wat niet kan. Ja. Which is cruel, basically. Iemand die verkrampt is van de angst kan niet leren, kan niet kijken, kan niet luisteren, kan niet begrijpen. Dus dan moeten we wachten tot hij uit die stresssituatie is en dan rustig doorwerken. Ja, en dus bij mij is het compleet verzonnen in mijn hoofd, die angst. Maar het is zo levensecht. Nee, het zit ook in het lichaam. Maar het wordt versterkt daardoor. Ja. Sure. Ja. Dankjewel. Enjoy. even over de freeze, dat heb ik ook heel erg. Die angst waar ik in bevries, 's nachts.
dat is er nog steeds. En ik probeer er elke keer contact mee te maken, maar ik heb nog steeds niet de juiste ingang gevonden om er... ik ga me toch elke keer weer irriteren, want dan ben ik uitgeput en denk ik, gadverdamme, wat een kutzooi. En ja, je kent het al. Dus, het kan ook eens soms leuk zijn om een tijdje er gewoon niet mee bezig te zijn. Dus soms hebben we een fase waarin we heel veel onderzoek doen, heel veel dingen doorvoelen enzovoort. Maar kan het ook handig zijn om het eens om te checken of we niet even gewoon de dingen moeten laten. Even gewoon een beetje leven. En het daar een tijdje weer op te pikken. Ik heb die vergelijking wel eens eerder gemaakt van als iemand aan het gitaarspelen is. En dan gaat hij heel veel oefenen en hij speelt heel veel. En op een gegeven moment door het een of ander raakt hij die gitaar 3 weken niet aan. En dan pakt hij hem weer en ineens gaat het beter. Dus soms lopen we letterlijk even vast. Wat alleen maar betekent, laat het eens even met rust. Mm-hmm. Want zelfonderzoek kan ook doorschieten en een control ding worden. Of waarmee we onszelf wijsmaken dat alleen als ik onderzoek doe, ben ik goed bezig. Mm-hmm. Ja, of alleen als ik vragen stel, ben ik goed bezig. Ja, dat is een beetje overdreven. Ja. Dus dat onderscheidingsvermogen waar ik het vaker over heb, die wordt gaandeweg intelligenter. En kan subtielere dingen afchecken. Dus het wordt steeds belangrijker, hoe verder we komen zou ik maar zeggen, om te voelen van wanneer wat aan de orde is. Het is niet zo dat meer uren zelfonderzoek altijd beter zijn. Mm-hmm. Het zijn de momenten dat het aan de orde is. Als we die opvolgen, dan op de juiste manier, daar gaat het om. Het kan zijn dat dat misschien maar 20 minuten in een week is. En dat er daardoor een doorbraakje ontstaat. En een andere periode kan zijn dat er heel veel doorgewerkt moet worden. Maar we kunnen dus in een modus komen te gaan eisen van onszelf om... bijna alsof het our life's work is om constant in process te zijn of iets dergelijks. Ik geloof daar niet in. Een tijdje lang. Ja, want ik had zoiets, dan kom ik tenminste vooruit. Hè? Ja, voilà, voilà. Ergens naartoe. En dan alsof je door interacties met andere mensen, door werk of een hond of whatever, niet ook van alles leert. Daar gebeurt ook van alles door in je systeem. Echt niet alleen maar als je zit te schrijven of te voelen of whatever. Nee, ik heb het ook een beetje losgelaten, omdat ik merkte dat ja, als ik dan in die freeze-modus terechtkwam, dan ging ik schrijven. Dan dacht ik, oh, dan, het was meer controle dan... Ja, tuurlijk. Dan probeer je je eruit te schrijven. Ja. In plaats van gewoon, freeze-mode. Oké. Okay. Ervaar ik nu freeze mode. En hoe meer ik hem echt ervaar, dus zonder proberen hem in te ruilen of er iets aan te doen, hoe meer ik hem ga verstaan. Net als... Ja, want een paar weken geleden voelde ik dat dus ineens, zag ik het ook heel duidelijk en toen leek het net of er echt van alles open ging. Ik dacht, zo heb ik altijd geleefd, maar dat ben ik niet. Ik kon ook echt heel duidelijk even voelen die ruimte. Dat ik dus die freeze modus niet ben, maar dat het er gewoon... Het is gewoon een functie in het systeem. Die nuttig geweest is, want het heeft geholpen om te overleven. En nu begint het zo langzamerhand zijn nut te verliezen. Maar dat weet die freeze mode nog niet. Nee. Zoiets. He didn't get the memo yet. Ja, en waar ik nog steeds... Elke keer schiet nog door me heen de angst om te sterven. En terwijl ik helemaal niet weet wat sterven is. Ja, je doet. Je doe je iedere nacht. En daar ga ik dus elke nacht. Ja, maar desondanks kom je, al is het maar 5 minuten, in een droomloze toestand. En dat is de dood. Dat is de enige toestand waarin je niet bang bent. Dus ik snap het probleem niet. Nee, ik ook niet. Ja. Dat iets wat niet geboren is, geen zin, dat kan natuurlijk niet, maar for the sake of argument, dat die geen zin zou hebben om geboren te worden, I get that. Maar om niet geboren te worden of niet te zijn, dat kan geen probleem zijn, want om problemen te hebben moet je er zijn. Dus het is de raarste angst die er is. Ja, dat besef ik ook. Alleen mijn lichaam reageert dan echt helemaal...
Ja, ik probeer er naar te kijken. Denk, wat gebeurt hier eigenlijk? In één keer trilt mijn hele lichaam uit het niets. Ja. Dat is een heel... En dan is het leuk, tenminste, als je zo'n raar hoofd hebt als ik, om te zeggen van, je bent bang om te sterven. Vind je het leven al zo leuk dan? Hoeveel heb je nou genoten eigenlijk die afgelopen decennia? Als je dat bij elkaar op gaat tellen, nou misschien een week of drie en hij het wel gehad. Grappig, ja. Nou, bedankt. Ik heb nog even een vraag over mijn schouders. Ja. Ik heb nu eigenlijk het idee dat het meer gewoon openstaan is en meer het gehele systeem... Kijk, weet je wat het is? De vraag is gepost, wat heb ik op mijn nek geladen? Yeah. En dan het enige wat wij hoeven doen is gewoon leven, ademhalen, doen wat we te doen hebben. En een één kanaaltje open houden voor het antwoord. Ja, precies, we hoeven niet continu daarmee bezig te zijn. Nee. Nee, ja. Want dan ga ik weer in een control- en forceer-modus. Wat jij nu zegt, dat idee had ik zelf. Goed. Dat nu. Zie je wel, inderdaad... je weet het wel. Maar is het dat dan dat ik dus... Of valt daar nog... Aldoende leert men. Ja. Dus er zijn situaties zoals deze, dat we alleen de... juiste, als we de juiste vraag hebben, die hoeven te stellen. En dan wachten we tot de message komt. En dan hoef ik er verder dus niet mee bezig te zijn. Ik heb de brief verstuurd. En dan moet ik niet 2,5 dag gaan zitten van kijken naar de brievenbus of er al iets komt. Dat heeft geen enkele zin, want hij komt pas woensdag. Bij wijze van spreken. Dus in de tussentijd hoef ik me met dit issue niet bezig te houden. Dus meestal is het zo van, als we een juiste vraag hebben en die stellen we, dat of het antwoord is er onmiddellijk, in dezelfde seconde, of het duurt een tijdje. En dan op een gegeven moment, dan zijn we gewoon met iets anders bezig, we zijn die hele schouders al lang vergeten en ineens van, and then you know. Ik voel dus aan dat dat is wat er nodig is. Yes. En ik merk ook dat mijn hoofd toch, dat ik naar die brievenbus de hele tijd aan het lopen ben. Yes, which is kind of silly. Ja, want ik weet het is niet nodig. De verhindert, of ja. 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 Oké, okay, ja. Yes. We willen ook zo graag bezig zijn altijd. De cadeautjes komen als het kerstmis is. En je weet wel in welke hoek die kerstboom komt te staan, maar om daar nu al te gaan zitten wachten, is kind of silly. Er is weinig behoefte om iets te zeggen, maar ik denk niet omdat het is dat er weinig te zeggen valt, maar meer omdat er te veel is om te zeggen misschien. Ja, een beetje tussen de satsangs door, dan ben ik altijd bezig met die microfoon en een beetje van, nou ja, er komen die vragen op, weet je wel. En dan, ik ga ze niet opschrijven of zo. Ik heb wel wat dingen opgeschreven, maar niet echt om te vragen. Is er nog iets wat jij tegen mij wil zeggen toevallig? Ja, dat het handiger is om als je vragen hebt, om die wel op te schrijven, als er een antwoord komt, die daarbij te zetten. Mm-hmm. Zodat je er nog eens naar terug kan kijken, want in ons hoofd, als we alleen maar daar zitten, kunnen we vrij snel overtuigd raken van een zinvol antwoord. Mm-hmm. Als je hem opschrijft, zowel de vraag als het antwoord, dan kan dat wel eens blijken slechts een opstapje te zijn. Of zelfs een ding wat helemaal binnenstebuiten zit. Maar als we het alleen maar in ons hoofd doen, dan is het niet meer mogelijk om daar kritisch naar te kijken.
Dus zoals McKenna al ooit zei, je hoofd is de slechtste plek om na te denken. Dus vandaar dingen opschrijven of er met iemand over praten, in die zin, bij voorkeur met iemand die er verstand van heeft, obviously, is handiger dan in je hoofd gaan zitten loopen. En ik weet dat de meeste mensen er geen zin in hebben om dingen op te schrijven. Het is niet onaannemelijk dat dat een aandeel is aan de ondraaglijke traagheid van het bestaan. Oké. Ja. Dat was het wel zo'n beetje, dankjewel. Mm-hmm. All right. Is mijn derde dochter dit. Dat er misschien wel te veel te zeggen is. Dat sluit ik me bij aan. Maar vooral goede dingen ook. Gisteren ging het even over weerstand bieden en de angst om overweldigd te raken. En bij mij speelt heel vaak het thema zelfafwijzing en intens gevoel van walging. Ik kan geen ander woord, walging naar mezelf, naar mijn lichaam. En ook die angst om daardoor overweldigd te raken, dat zit er eigenlijk al vrij lang. Of dat is gewoon een groot thema. Eigenlijk lukt het me, het is altijd een kwestie geweest van eromheen lopen en vrijwel ben ik er nooit bij in de buurt mogen komen. Nu begint dat langzaam te veranderen, mag ik er een beetje mee spelen. Met veel dingen kan ik zien en ervaren dat dingen onpersoonlijk zijn. Weet je, het lijkt nu dat ik naar jou kijk en of dat jij mij hoort, maar dat wat kijkt en dat wat hoort, onpersoonlijk. En met dit en dat gevoel van walging, en dat voelt niet onpersoonlijk, dat voelt heel erg persoonlijk. En ik blijf het onderzoeken en ik wil wel, maar dat wil niet. ik ben gewoon nog naar ingangen aan het zoeken. Laatst was ik in de sportschool om me heen aan het kijken en dat vind ik sowieso een indrukwekkende omgeving. dan zie je ook alles wat daar beweegt, wordt ook gedreven of bewogen door schaamte of trots, een onzeker ik, zeg maar. En ik zat te voelen in dat gevoel van onzekerheid. Ik bleef daar even bij. En op een gegeven moment viel dat weg. Of kwam er een. Je had het gisteren over dat er verschillende vormen van leegte zijn. En toen kwam er een heel ander soort onzekerheid kwam er op. Of eigenlijk viel de ik weg en was er niet een onzeker ik, maar was er gewoon onzeker zijn, zeg maar. Maar gewoon zijn is onzeker, zeg maar. Dus. Het was ook geen vervelend gevoel, dat was gewoon onzekerheid van het zijn zelf. Mm-hmm. Eigenlijk gewoon het niet weten, zeg maar. Gewoon het niet weten, het onzekere zijn. Een heel mooi vol gevoel eigenlijk. Mm-hmm. Dus je zei net ook van soms zijn dingen vaak, zit er iets anders achter dan wat je denkt. En ja, met die zelfafwijzing ben ik ook aan het kijken van misschien zit daar wel iets anders achter. En soms zit er een soort opening of mag ik er heel even achter kijken. Het voelt heel hard altijd, hard naar mezelf. En als ik er even achter mag kijken, dan zit eigenlijk, het klinkt heel raar, maar heel veel zachtheid. Dus dan lijkt het soms alsof ik daar banger voor, alsof. Want ik zie dat het een afweer is. Het is een afweer ergens tegen. Dat is ook me heel, dat is me heel duidelijk. Dus misschien is het wel die zachtheid of die mildheid. Of, dat weet ik niet. Ik vraag het me gewoon af of ik ben er nog aan het onderzoeken. Maar,
dat verbaasde me dat dus opkwam. Dus mijn aanname was van, nou, als het een afweer is, dan zal dat wat eronder zit, zal nog wel veel erger zijn. Dan, weet je wel, het zal nog wel intenser zijn of nog heftiger of pijnlijker. Maar dat was dus niet zo. Het was eigenlijk zachtheid vooral wat eronder zat. Denk je dat als de... Of voel je dat als de zachtheid het over zou nemen, dat je dan gestraft zou worden? Nou, niet zozeer dat ik gestraft word, maar iets vertrouwt het nog niet. Iets, ja. Ja, alsof het is zo, ja, alsof er nou, dat is het, iets vertrouwt het niet, alsof er misschien zachtheid is, maar dat er daarna iets ergers komt. Ja, yes, exact, dat bedoel ik. Als er een ja zou komen en een mildheid en een zachtheid, boom, something bad will happen again. You know what I mean. En dan maar beter hard en afwijzen, want dat houdt dat in ieder geval weg. Het is ondraaglijk bijna om zo te moeten leven, maar dan gebeurt dat in ieder geval niet. Ja, duidelijk. Dankjewel. Stom dat ik dat nu pas zie. Right. Good. Ik vind het mooi zo. Dankjewel allemaal.